In deze foto zie je een klapblok met een pen en dit ligt op een houten ondergrond. En het zijn twee lagen. En het voordeel daarvan is, is dat ik het natuurlijk gewoon met het verplaatsgereedschap, kan ik het memoblok verplaatsen naar waar ik wil. Waar gaat deze film over? Deze film gaat over uitknipmaskers. En wat zijn dat nou precies? Nou, stel dat ik bijvoorbeeld een aanpassingslaag op kleurtoon en verzadiging maak. Dit is een filter wat als het ware eh, boven alle lagen komt te liggen. En als ik dat nu qua verzadiging terugtrek, dan zie je dat dat invloed heeft op al mijn lagen. Maar als ik dit nu alleen maar op het memoblok toe wil passen, dan zijn er verschillende methoden waarop ik dat kan doen. Ik kan bijvoorbeeld het uitknipmasker gebruiken, dat is dat witte vierkantje naast de laag, en ik kan daarmee zeggen dat het masker uh, soms wel toegepast moet worden en soms niet. Wil je daar meer over weten, klik hierboven even op de link voor het filmpje over lagen en aanpassingslagen. Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, hey, ik maak een selectie en die keer ik om en ik pas dat toe in mijn aanpassingslaag. En op dit moment is mijn uh, boekje zwart-wit en mijn hout is gewoon zichtbaar. Kijk maar als ik de aanpassingslaag afzet, dan heb ik weer gelig papier. Het nadeel is, als ik het memoblok nu ga verplaatsen, dan zie je wat er gebeurt. Mijn aanpassingslaag die erboven staat, die blijft dus gewoon staan en gaat niet mee met het klapblok. En dat is wel de bedoeling. Dus dit is eigenlijk gewoon niet de manier waarop je hem wil gebruiken. Plus je moet altijd die selectie maken. Nee, dat is eigenlijk gewoon veel te omslachtig. Wat kun je wel doen? Stel dat je een aanpassingslaag maakt. Waarvan je de verzadiging helemaal naar beneden trekt. Je kunt dat koppelen aan een bepaalde laag. En dat is een uitknipmasker. En dat kun je op verschillende manieren bereiken. Er zijn er drie. Je kunt er met rechts op klikken. En dan heb je de optie uitknipmasker maken. En nu is mijn uh, kleurtoon en verzadiging, het, het zwart-wit gedeelte, is gekoppeld aan mijn laag van de memo blok. Als ik hem bijvoorbeeld even uitzet. Je ziet, het heeft geen invloed op het hout. Wat is er wel veranderd? Nou, bij mijn aanpassingslaag staat een heel klein pijltje naar beneden. En dat kleine pijltje, dat betekent dat het gekoppeld is aan de laag eronder. En met de rechtermuisknop erop kun je ook weer zeggen van nou, ik wil het opheffen en dan gaat het weer over de hele foto. Andere manier om het toe te passen is dit kleine icoontje. Klik je erop, dan wordt de koppeling ook gemaakt. En klik je er weer op is hij weg. En tot slot, de derde is de alt ingedrukt te houden. En dan tussen de lagen te gaan staan. En dan zie je dat je muis verspringt. En als je dan klikt, dan staat hij erbij. En ook met Alt ingedrukt kun je het weer opheffen, eventueel. Dit is dus een uh, aanpassingsfilter. wat gekoppeld is door middel van een uitknipmasker aan de onderliggende laag. Ga ik nu het memo-blok verschuiven. dan zie je gewoon dat mijn zwart-wit blijft. zonder dat het invloed heeft op uh, de houten ondergrond. En ook als ik op de laag van mijn memo-blok een masker zou gaan maken. en gewoon een stuk wegveeg. Dan zie je dat het uitknipmasker gewoon uh, dat masker gedeeltelijk zeg maar als het ware overneemt en dat het dus ook gewoon niet door het masker zichtbaar is. En natuurlijk, het heeft ook zijn eigen masker. Je zou daar weer heel makkelijk een stuk van de originele kleur mee terug kunnen krijgen. En als ik verder teken buiten het uh, memo blok, dan zie je wel in mijn icoontje dat het dus gewoon ook daar toegepast wordt. Maar hé, hey, er zit geen memo blok, dus er is niks om aan te koppelen. Haal ik die koppeling bijvoorbeeld eventjes weg. Dan zie je dat mijn, mijn zwart-wit wel over de hele foto toe wordt gepast. En dat het masker gewoon keurig door de hele onderkant, over de gehele breedte loopt. Ook over het hout waar we dat eigenlijk niet willen. Dit is allemaal een klein beetje een technisch verhaal. En waar moet je het nou toe gaan passen? Nou, je kunt het alleen toepassen als je met meerdere lagen werkt. Als het memo-blok en de achtergrond op één laag zouden staan, dan zou ik in dit geval mijn kleurtoonverzadigingsaanpassingslaag op die toepassen. En dan kan ik hem niet koppelen aan alleen het memo-blok. Het moet natuurlijk wel gescheiden van elkaar zijn. En in dat geval kun je dus vrij makkelijk een aanpassingslaag koppelen aan een bepaalde laag met het uitknipmasker. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.